dreamt about the boat and I've dreamt about boat sailing, it's certainly something that has kept me awake also during her construction. De achtergrond kennende van de eigenaar en zijn eigen expertise al in deze wereld, de nautisch-technische wereld. Weet je dat je op een gegeven moment de top of the bill mag gaan bouwen met betrekking tot zo'n object? Athos has 5 crew cabins and a bigger crew mess. Bigger, basically bigger everything. Het unieke en het kwalitatief superieure van dit project staat voor mij spraal boven water. Als je ziet wat hier allemaal in zit, op zit, hoe geavanceerd dat is, dat zie je de eerste komende 5 tot 10 jaar niet terug. Dat geloof ik niet van. A boat like this has never been built. Gegeven het feit dat de voorliefde van de eigenaar vooral zit niet zomaar in bootjes, maar in mooie klassiek geleide jachten, heb je dan in Nederland niet zo heel veel keuze als het gaat om iemand die er echt in gespecialiseerd is en ook vanuit de langere traditie dat doet. Dan kom ik naar andere hoek uit. We started on the drawing board with a boat that was I think 160. Between 160 and 170 feet, but when the project actually in the process continued, the wish list also changed and the boat grew in size, which is something that is actually quite normal because in these big yachts the size of the boat is mainly determined by the interior layouts and the wishes. Er is van meet af aan meegenomen dat het schip zonder problemen naar Groenland moet kunnen varen en ook zonder problemen naar Vuurland moet kunnen varen. En dat betekent dat je het schip in ieder geval een performance meegeeft waarbij die Kaap Horen kan hebben. Hij hoeft geen ijsbrekercondities te hebben om toch voldoende stevigheid te vereisen omdat je wel in het gebied komt. Nou, ook dat soort dingen manifest kunnen worden. It was a very, very interesting design process because we, first of all, a schooner of this size had never been built, so never been designed, not by anyone. A schooner of this size has never been done on such a shallow draft, which is a second novelty. And the boat is technically quite a complicated boat as far as the old systems is concerned. And one of the great things that sets this boat apart is that the boat has basically a backup system for everything that is on board. It's got twin engines, twin generators, basically twin everything. Dat André Hoek met eigenlijk al zijn cliënten het liefst zo werkt dat het een groeiproces is wat je samen doormaakt, bepaalt natuurlijk en verklaart ook heel duidelijk dat er heel veel veranderd wordt tussen de eerste schets en de laatste bouwtekening.
I have to say that the owner of Athos has been very, very positive and straightforward and helpful, and it's been a fantastic experience. De wijzigingen op een Athos die zijn van dien aard dat er met regelmaat wel in de hoofdconstructie aanpassingen gedaan zijn. En de aanpassing in de hoofdconstructie maakt voor ons als bouwer dat we wel eens 2 stappen vooruit hebben gedaan en 3 stappen achteruit om het te corrigeren en weer 3 stappen vooruit moeten maken om op het eindniveau te komen. Dat is allemaal overeen te komen met elkaar, waar het niet dat het wel binnen een tijdspan moet gebeuren. De laatste grote aanpassing is het oprekken van de machinekamer geweest. Omdat ook weer vanwege comfort en technologie daar uiteindelijk veel meer in moest dan in eerste instantie was bedacht. En ook wat gebruikelijk is aan boord van dit type schepen. Blijft het spannend omdat je dat object na al die maanden gaat transporteren met altijd een zekere factor van risico's, want je gaat een zwaar gewicht, ga je je bedrijf uitplaatsen en ga je overdragen aan de klant. Dus dat is wel een stukje verademing als die veilig in het water ligt en hij is waterdicht verklaard. Dan is daar die handdruk van hij ligt, hij drijft en hij blijft drijven. En dat geeft zowel voor de opdrachtgever als onze werf een stukje verlichting.
schip zo groot is, ben je gedwongen om het in brokjes te doen. Als je het hele schip in één keer klaar zou willen maken, nou, dat is een werk. Dat betekent dat de doorlooptijd veel te lang wordt. Dus is de hele boot, zowel de bouw van de romp, ook de engineering in zekere zin, en de bouw aan zich, is opgedeeld in secties. Deze boot bestaat voor ons uit 5 secties, 5 verschillende brokken. Dat is een hele grote puzzel, omdat we samen in goede samenwerking de goede tracés te kunnen vinden. Om aan boord, qua de regels, om dat goed aan boord in te maken, in te meten en aan te geven. Ik vond het de spannendste tijd toen het papierwerk in de afrondende fase kwam en we de markt introkken om te gaan zoeken naar die leveranciers of vendors die zeiden van ik herken de unieke kwaliteiten van dit project en zoals één het ook echt uitdrukte, ik vind het een eer om mee te mogen doen. Enige schip in aanbouw dat ik ken, waarbij zowel aan de inrichting als aan de dekuitrusting als in de machinekamer gekozen is voor 100% kwaliteit en alles up to standard. Voor ons is dit echt een high aspect boot. Wat je hier verzinnen kan, dat zit hierin. En ook alles wat we al eerder hebben gemaakt, dat zit hier sowieso in. En ook een heleboel dingen die we nog nooit eerder hebben gemaakt, die we nu voor het eerst eens proberen. Het is misschien ook wel even leuk om te laten zien, het sideboarding arrangement. Dus aan beide zijden van het schip is er een zwemplatform dat uit de romp kan klappen. En dat is begaanbaar via een volautomatische trap die zometeen ook in de romp geïntegreerd is. Dus het is zometeen druk op de knop, komt de trap naar buiten, de ladder gaat naar beneden en je loopt het zo bij je zwemplatform. Zowel een bakboord als een stuurboord. Vol. Het is voornamelijk zo vol, weer vanwege de specificatie. Alles wat je maar kan verzinnen, dat zit er hier gewoon op. En in het geval van dit schip vaak ook nog een keer dubbel. De eigenaar wenste een hele grote redundancy. Vandaar ook dat er hier 2 hoofdmotoren staan. Elk voorzien van een eigen asgenerator. Plus nog eens 2 generatoren. En ook nog een noodgenerator in het achterschip. Dus heb je in totaal 5 generatoren aan boord. Dus we zal niet snel zonder stroom komen te zitten. There is a development in all this equipment and lightweight rigging is definitely for superyachts the way forward. 20 years ago we couldn't even think of yachts this size to build them and to design them. And carbon fiber masts were only in a very, very early stages of development and boats were built with aluminium spars. We see at the moment that more than 90% of yachts over 135 feet are rigged with composite rigging. So Athos is the biggest yacht with composite rigging afloat at the moment.
so many systems in the boat that are new. Just a couple of things that pop up into my mind. There is 500 kilowatts of hydraulic power in the boat. I don't know any sailboat this size that has that. There is five generators, with shaft generators, new system that's only being used on commercial ships. And there are so many of these gadgets, walk-in freezer, fridge, you know, there's too many to mention. Wij zijn toch altijd bezig op een niveau van de beschikbare ruimte die we krijgen. Daar moeten we het in zien te krijgen. Dus we hebben geen layouts van de kasten waar alles moet komen te zitten. Maar met ervaring van de desbetreffende paneelbouwmonteur wordt dat er keurig netjes ingehouden, is ingebouwd. Maar dan wel met het oogpunt van dat de kwaliteit gehandhaafd moet blijven. De mooiste oplossing die we hebben kunnen bedenken is over de vloer heen. Dat de vloer er net aan overheen past. Dus dat toch de kabelbanen netjes helemaal uitgespreid, zeker in de salon, en toch erin kunnen komen. Dat was een heel puzzel om dat voor elkaar te krijgen. Nou, het schip heeft een variabele diepgang. Hier wordt de keel kan dus een centreboard wordt erin geïnstalleerd. Dat scharniert rondom die pen. Ook volledig automatisch hydraulisch bedienbaar uiteraard. En die is eigenlijk alleen voor het zeilen, dus om optimaal te kunnen zeilen. En op het moment dat je dus ergens binnen wil varen of aan wil leggen, dan kan hij naar binnen. En dan is je diepgang wordt aanmerkelijk gereduceerd en dan kun je dus mooi dicht bij het strand of op de mooie plekjes, et cetera, et cetera. Thank you.
hebben ook, en daar is de meeste inbreng zelfs van de eigenaar zelf van gekomen, stad en land afgereisd om naar schepen te kijken die met een bepaald systeem op maximale grootte zaten. Kijk, en dat je op zo'n schip zoals nu zegt van, ja, ik stop toch bij 62 meter masthoogte. Dat heeft geen andere en zeer ordinaire reden dan dat je dan nog in het Panama-kanaal onder de brug door kunt. Want dat heet niet zonder reden Panamax. Maar in theorie zou je met de huidige techniek van de behandeling van fiber zou je verder kunnen. The sailplane was designed for a Panamax height to be able to cross the bridge of the Americas and the Panama Canal. The boat has a very high sail area to displacement ratio and very large sail area, also because it's a schooner. But what is tricky on a schooner is that, especially with a keel centerboard, the balance of the boat is very important, and that's why we have gone very far in all the testing and done a lot of calculation work in order to be sure that the boat would also sail well and that the helm balance would be okay. Navigatiecommunicatie is echt behoorlijk uitgebreid. Ook de verlichting bijvoorbeeld, die in deze boot wordt toegepast, is een bepaald besturingssysteem speciaal voor de belichting, wat ook heel veel kabeling en extra kastjes meeneemt. Ja, en wat ik al zeg, het DP-systeem wat natuurlijk ook flink wat draden vergt. Wij zijn de hydraulische installatie in bedrijf aan het nemen. En dat betekent dat er een aantal regelkaarten geprogrammeerd moeten worden. Die ervoor zorgen dat als jij op DP bijvoorbeeld vaart, dat de juiste pomp het juiste vermogen kan leveren. Dus het achterschip kan bijvoorbeeld meer vermogen afnemen dan het voorschip. En het is wel fijn als dat gecontroleerd gebeurt, zodat je niet een diesel onderuit trekt of een generator. Het is allemaal maatwerk. Het komt allemaal zo precies en het is natuurlijk de kunst om dat zo perfect mogelijk in te regelen. Een tikje minder, dat doe ik het niet voor. Het moet perfect zijn. Als je op zo'n schip rondloopt, alles ziet er chic uit, dan kan het natuurlijk niet zijn dat dit ongeveer precies werkt. Dat moet ook perfect werken. Ja, dat is als straks iemand dat gebruikt en die merkt er helemaal niks van. He, alles loopt soepeltjes. Nou, dat is gewoon het mooiste wat er is. En zij zullen niet zien wat er allemaal achter zit. Maar als ik dat hier in bedrijf stel en al die waarden monitor en ik zie dat het gewoon vlekkeloos loopt. Nou, dat is gewoon kicken. Dat is mooi.
ik denk dat er pas wat gebeurt op het moment dat je voor het eerst met het schip op zee vaart onder zeil. Dan is het kind geboren, is het project levend geworden. Absolute challenge, and we were certainly very much driven and motivated by the owner, and that's why I think we have all learned a hell of a lot during the construction of the boat. Ik ben ook een zeiler, ik hou van dit soort schepen. Ik vind dit zelf een prachtig schip ook om te zien. En ik weet af, dit wordt zometeen, als het eenmaal in het water ligt, wordt het een echt een plaatje in elke haven waar die ook ter wereld ook zal komen. Het wordt echt een heel bijzonder schip. Iedereen is after all heel trots op dat hij aan zo'n uniek project mag deelnemen. Trots, want het is altijd weer mooi. Het is altijd weer interessant om het uiteindelijk, aan het eind van het liedje, werkend de loods uit te zien kan gaan. Dat is, ja, het is iedere keer uniek. Absolutely gorgeous and looks great, and I really can't wait to sail her. She's a big, beautiful, elegant, scary thing. She's elegant and yet powerful. She's a boat that really projects what yachting should be on big boats. I was lucky enough to join at the end of the construction period, so just as this commissioning for sailing started, but luckily for me and everyone involved, it's all been well designed before I joined the boat, so it felt very good. It felt like a culmination of a career. For me, it's a move to the flagship of the fleet, I thought, so I'm very pleased that happened a year and a half ago for me. I'm a very lucky man. Het is fantastisch, daar kun je eigenlijk niets aan toevoegen, want als je kijkt naar wat het schip aan performance heeft, dan is dat ongelooflijk goed.
Schepen van dit soort gewicht die zijn eigenlijk nauwelijks door het water te branden, want je sleept het gewicht van een Boeing 747 in full take-off weer door het water heen. Maar of het nou met licht weer is of met veel wind, we hebben tot op heden geweldige snelheden gemaakt. Boven verwachting, echt geweldig. I've never sailed on anything this large. You know, it's huge. 200 foot long with 69 meter rigs, 150 or 180 foot masts. I mean, these are big. The spinnaker's 3,000 square meters. I mean, the boat I race on all the time at the moment, the largest spinnaker is 800 square meters. Uiteindelijk is het spelletje bedoeld om een keer een prijs te winnen. Ja. Dat zou echt de bekroning van een proces en een project van 5 jaar zijn. Ja. Ja. You have to get a whole load of people who are used to sailing this type of boat to focus on being a lot quicker and speedier. And you can bring your experiences from these other race boats onto this kind of boat and hopefully encourage everybody to do things a little bit faster and a little bit higher performance. The enjoyment for somebody who owns the boat, who designed it as his dream, and then to see his dream come into reality, firstly because it's built, but then see the reality as in it's competitive, as in we can go and do this kind of thing, and if you get the right people on the boat and see the enjoyment, I think that's what's fun. Ja, het is natuurlijk aan alle kanten al een bijzonder schip gegeven, de bouw en de uitrusting. En als je er nu ziet dat het ook high performance sailor in zijn klasse boven verwachting goed voldoet, is dat natuurlijk geweldig, zonder meer. Ja. Very proud to be sailing with Athos.